Oké, we beginnen bij het begin. Wie kunnen wij tips vragen om meer Instagram volgers te krijgen? Want met mij schiet het echt niet door. Ik heb maar 600 volgers. Zo op Kingsters hebben we iets van 1000. Daar zijn we super blij mee, maar we willen dan meer. We willen meer mensen onze video's laten zien en dat meer mensen ons volgen. Maar hoe krijg je dus Instagram volgers? Instagram, man. Peter Nouts. Ja, dat is een Peter Nouts. Ik heb er een keer een video opgenomen, maar hij is echt super goed bezig. 55.000 volgers. Zal ik hem eens bellen? En dan gewoon wat tips vragen. Ja? Hallo. Hey Peter, met Kenneth. Ja. Hey Peter, ik heb even een vraagje. Hoe krijg je eigenlijk veel Instagram volgers? Want ik kom hier niet aan uit. Ik blijf maar steken op een paar honderd. Maar jij hebt al super veel. Je hebt 55.000 volgers. Kan je me wat tips geven? Dan moet je even langskomen. Langskomen? Ja, kom langs. Waar woon je? In Brunsum of Landgraaf of zo? Brunsum. Hey, kan ik nu langskomen of niet? Ja, ik doe maar even het adres appen. Ja, is goed. Nou, ik kom dan nu aan. Jotje of zo. Goed. Tot yes, zo. Tot zo. Hoi hoi. Hey, we mogen gewoon gaan. Ik vind het wel super vet dat hij ons uitnodigt. Op naar Brunsum. All I do is all the time, cause I see me, I'm in my, and I'm running out of my, got a bit of stress on my, little bit of sleep and I, yeah, I'm one of her, yeah, I'm one of her, all I do is. We zijn nu onderweg naar Brunsum en we hebben al een beetje research gedaan. Hij is dus positief, hij lacht heel veel, dus dat is wel echt super leuk. En hij is heel erg energiekvol en grappig en hij is echt een internetpersonality, dus ik verheug me echt om daar nu naartoe te gaan. We zijn er bijna, nog maar 10 minuutjes. En ik ben dus benieuwd wat hij me kan leren en hopelijk krijg ik zoveel 100 miljoen volgers erbij op Instagram. Oké, we zijn aangekomen bij Peter Nouts zijn huisje. Het is hier een Brunsum, een prachtige Brunsum. Hier is het. En ik kijk heel eventjes. Zie ik hem al? Nee, ik zie hem nog niet. Peter! Ja. Ik denk dat ik het niet geregistreerd is. Ja, jij roept mij! Peter Nouts, dames en heren. Hallo! Ik kom hallo. Lekker binnen. Dag Kenneth. Drie kusjes nu. Ja, welkom, kom binnen. Wat een goede voorbereiding, Peter. Ja hoi, ik heb het half één in mijn bed gelegen. Ik ben gisteren op stap geweest. Willen jullie wat drinken? Van die jullie hebben al gehad. Ja. We zijn al net binnen geweest. Heb je cola toevallig? Nee, ik heb geen cola, wel kassen. Lijkt net of ik dat wist, dat je geen cola had. De uil is mooi, maar wat vind je van mijn t-shirt? Ik heb die gekocht. In maar, Thailand. In Thailand? 2 euro. Dat zie je er ook aan. Zeg Kenneth, waarom ben je hier? Ik ben de interviewer. Nee, ik ben hier, ik bel hier vanmorgen. Ik wil gewoon meer Instagram volgers. 55.000 op Instagram, hoeveel heb je op Facebook? 85.000. Ja, klopt. Maar hoe heb je dat dan gekregen? Want ik ben echt razend benieuwd, want ik zei ook al tegen de kijkers, hoe krijg je zoiets? Want mij lukt het niet. Nou, waar ik het vooral van heb gedaan is een content maken waar je anderen bij betrekt en zoveel mogelijk mensen. Dus ik heb video's gemaakt waar mensen in getagd worden. Mm. En als mensen getagd worden, is het van 1 naar 2 en het wordt dan gezien op de Facebook tijdlijn. Dus ga je automatisch een groot netwerk krijgen. En mensen zich in herkennen dus. Ja, en juist. Andere mensen in herkennen tot ze die alle. Ja, en het hoeft niet per se een herkenbare video te zijn. Ik doe dan zelf herkenbare video's maken, maar het kan dus ook zijn dat jij iets hebt of een content hebt wat herkenbaar is waar. Net zoals bijvoorbeeld plaatjes, zoals herkenbare plaatjes met teksten. Mensen gaan erin taggen, het is herkenbaar en daardoor ja, dan bouw je een heel groot netwerk op. Oké. Okay. Het heeft natuurlijk ook te maken met wat voor een persoon dat je bent. Want als de mensen kijken naar jouw persoonlijkheid, ik zei het net in de auto al, dus vrolijk, lachen, gieren, brullen, dat is positief. Nee jongens, wat een complimenten vandaag! Ja, maar ik vind het wel bewonderenswaardig dat je zo energiekvol bent. En daar draait het natuurlijk ook om. Want als ik een video maak met een situatie waar mensen zich herkennen en ik doe het helemaal niet leuk, dan werkt het ook niet. Dus het is een combinatie van alles. Nee, ja, ik vind dat jij wel een heel mooi, goed content maakt. Je stopt heel veel energie in je video's. Jij maakt een soort programma, zo kan ik het beter noemen. Jij maakt een programma en ik
bij een programma kun je vaak niet iets herkenbaars uithalen, mm-hmm. van dat je zegt van, oh, daar gaan mensen op taggen, nee, zeg klopt. Maar. Het is te lang, het is te inhoudelijk misschien soms. En, ja, juist. Ja. En dat is gewoon moeilijk, omdat dan moet je gewoon door samen te werken met andere Instagrammers, andere YouTubers, andere Facebookers, dan moet je mee samen gaan werken om dat netwerk dan te krijgen, om gezien te gaan worden. Je concept werkt heel goed, maar hoe vaak ben je dan viral gegaan met je Facebook filmpjes? Want ik zie het overal komen, iedereen... Wekelijks. Echt van ieder filmpje wat daar eigenlijk bijna wel, ja. Dus dat, en daardoor, omdat je nu al 85.000 op Facebook hebt en 55.000 op Instagram, wordt die sneeuwbal wat eerst heel erg klein begon. Ja, steeds die wordt heel groot. Groot, ja. En die wordt alleen maar groter, hè? Ja, die wordt echt heel groot. Heb je daar soms problemen mee? Vind je het soms moeilijk? Nee, dat niet. Dat niet, maar je moet wel op een gegeven moment, krijg je een bepaalde druk op je dat je moet presteren, dat gevoel, ja. En ik wil het een hobby houden, het is een hobby en zo wil ik het ook houden. En het is, ik vind het leuk om te maken, ja. Zo'n video, maar het moet niet moeten worden of gemaakt. Nee, als ik er niet achter sta of me er niet prettig bij voelen of het moet gemaakt gaan worden, dan nee, dat doe ik niet. Nee, wil ik niet. Slim. Sta ik zelf niet achter. En dat is gewoon een bepaald onderbuikgevoel wat ik dan heb van, oh, ik moet nu opnemen, dan heb ik een bepaalde euforisch gevoel in me. Ja, ik denk wel, want je krijgt wel voldoening als je een video maakt en mensen vinden het leuk en je loopt op straat en ze zeggen, hey, ik heb je laatste video gezien, ik heb echt moeten lachen, weet je. Ja. Ik had net een slechte dag, maar door jouw video heb ik even lachen, Dat is wel heel leuk. Dat is top. Ja, dat is zeker. Als ik het goed begrijp, het is meer van herkenbare video's. Mm-hmm. Je zegt plezier, mm-hmm. energiek, het moet leuk blijven, het moet echt blijven. Mm-hmm. En het moeten korte stukjes zijn waar mensen zich in kunnen herkennen. Ja. Maar mijn grote vraag, als ik zo direct mag zijn, kunnen wij ook eentje opnemen tot ik de fijne kneepjes van het vak kan leren? Heb je een idee? Ja, we hebben net besproken voordat ik hier binnenkwam. Ik heb een idee, zoals ik ook Ja, we kunnen wel iets doen. Zullen we dan een beetje actie en dan gaan we wat doen. Zeker, ik heb er zin in. Heb je paarden? Ja. Oh, ik dacht dat het echte dieren waren hier. Nee, ja, paarden, wel die paarden die zijn wel echt. Maar die, dat zijn... Dankjewel. Dat zijn standbeelden. Oké. Okay. We hadden vroeger wel heel veel dieren. Echt heel veel, ja. Oké, okay, maar varkens, hoe ze dan nu... kippen. Ja, de kippen en zo zijn opgegeten door de vos. Oh, ja. Dat is maar die was niet van jou, die vos. Nee, en... ja, daar gaat ze zo overleden door de jaren heen. Bos. Maar als jij buiten gaat filmen, is het dan altijd hier? Of? Ja, meestal wel. Ga maar altijd in Brunsum. Ja. Of in de kelder of hier. Die gaat nooit bijvoorbeeld op locatie, want je hebt ook een paar samenwerkingen gedaan, zei ik. Hè? Ja, met jou. Oh, toevallig, ja, dat had ik gezien. Ja. Ik zag dat. Kijk, zo'n dingen zie ik gewoon. Ja. Maar we gaan nu toch buiten filmen. En die grap, ja, hier komt niemand. Oké. Okay. Ik ben benieuwd hoe we het gaan doen. Ik ga naar jou luisteren wat we gaan doen. En dan, ik denk dat ik het dan vanzelf zie. Ja, we gaan nog een stukje het bos in. Oké, okay, spannend. En dan, niet te diep in het bos, hè? Nee. Oké, okay, ja, nee, helemaal nooit, hè. Als je, zou je trouwen met een lelijke rijke vent? Of een knappe arme vent? Wat zou je doen? Is die lelijke rijke vent lief voor me? Ja, weet ik niet. Hij is gewoon lelijk. Och ja. Nou, dan vraag ik me nu maar te huwelijk dan. Nee. Oh, ik ben oké. Ik vind het wel spannend, het is anders dan... Ik heb totaal niet dat ik geregisseerde dingen vaak doe. Hey Peter! En, alles goed? Nee, ik ben echt slechter in. Hey! Ik moet daar ook altijd eventjes in komen, okay. Dat is echt ongemakkelijk hoor. Ja. Kom van jullie, ja. Jazeker! Mhm. Grapje! Zou het zijn, hè? Catwalk. Ik heb lessen gehad van Sarah. Als de mensen de video willen zien, dan moeten je naar Facebook of Instagram gaan. Dat is facebook.com/PeterNautsOfficial. Official. Oh. Of naar de Instagram, dat is ook Peter Nauts. Peter Nauts, ja. Dat is super makkelijk. Linkjes staan in de beschrijving. Waar gaan wij nu naartoe? Naar huis. All the time cause I see me on the mind. And I'm running out of mind. Nou Peter, dankjewel. Jij bedankt, papa. Ja. We zien ons, hou je goed. Was echt leuk, bedankt voor de tips. Hey, vergeet deze man niet te volgen op Instagram, Facebook en YouTube. En op jou te abonneren. En op mij te abonneren. Beter. Komt ook goed, denk ik. Ze zijn al geabonneerd, hopelijk. Ja, top. Echt hartelijk bedankt voor je energie. Nee.
Je moet gaan. Nou. Wie zou die dat hebben? Wat? We zijn nu nog in het filmen. Oh, echt? Ja. Ga maar snel naar binnen, dat is lekker warm. Dat is dus mijn moeder. Dat is dat je moeder? Ja. Doei. Oké, jongens, hou je goed. Doei. Hoi. Hallo? Ik kwam me binnen met de deur, hoor. Oh ja. Zo, dat was weer de aflevering van Kingsters. Vinden jullie dit leuke afleveringen? Naar wie moeten we naartoe gaan? Schrijf het hieronder. Laat ons weten wat jullie ervan vinden. Hopelijk vinden jullie weer leuk dat we weer terug zijn na 2 maanden bijna niet uploaden. Ik zou zeggen, terug naar Maastricht en laat jullie horen. En we kunnen ons niet te volgen op Instagram. Aha. Tot de volgende keer.